Ja, kijk, ik ben natuurlijk een hele nette burger. Maar stel je nou eens voor dat ik zo'n ASO was. Zo'n koopdealer. In een auto van 80.000 euro, terwijl ik 21 ben. En ik ben nu net aangehouden. Of staande gezet door de politie. Ja, die bekeuring die ik dan krijg, die lap ik natuurlijk gewoon even lachend. Want ja, kan mij dat geld nou schelen? Maar stel nou eens dat ik nu op dit moment ook een wielklem zou krijgen. Dat ik gewoon even lekker 48 uur kan afkoelen. Ja, dat vind ik dan toch verschrikkelijk op zo'n moment. Dus dat is ook een motie die ik in ga dienen in de komende gemeenteraad. Een motie die het mogelijk gaat maken, hopelijk, om zo'n beslissing te nemen. Dat als zo'n ASO, zoals ik, wordt aangehouden, staande wordt gezet, dat hij gewoon even 48 uur kan afkoelen. En in plaats van weer vrolijk in zijn glimmende BMW stapt en met gierende banden wegrijdt, dat ik gewoon naar huis kan lopen.